welkom. De gemeenteraad heeft een budget van 29 miljoen vrijgemaakt voor de Stombeekseweg, de Dokter van Noordstraat en de Verbindingsweg. En dat zijn ook de drie projecten die in de komende jaren hier in Stombeek de bereikbaarheid van Stombeek zullen verbeteren. Het is ons gelukt. We gaan starten. We maken deze eerste stap met de Stombeekseweg. De Verbindingsweg zijn we druk bezig om percelen te verwerven. En dat gaat stap voor stap. We hebben er 21 nodig en dat volgt in de loop van de tijd. U krijgt straks een Stombeekseweg die er naar mijn idee fantastisch uitziet. Die er ook voor de komende 40 jaar gewoon goed bereikbaar zal zijn. Maar er zit wel één nadeel aan. En dat nadeel is dat die ook een jaar nu dicht is. En dat betekent dat er overlast zal zijn. Dat u zult moeten omrijden. Dat er soms, dat u misschien wel denkt van had dat ding maar nooit hier gelegen en hadden we maar nog die hobbelweg gehad. Ik hoop het niet. Dames en heren, ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Heel blij dat ik hier mag staan in Stombeek. Dat ik weer bij u mag zijn. Maar ik ben bovenal blij dat we nu daadwerkelijk na al die jaren die start met elkaar gaan maken. Ik dank u wel. Ik ben Maaike van Til. En ik heb me laten vertellen dat jij de projectleider bent. Wat gaan ze allemaal doen hier? Wij zijn bezig met de reconstructie van de Stombeekseweg, inclusief kaderconstructie. Dat houdt in dat we gaan beginnen met het versterken van de kade. Dat doen wij in twee fases. De fase waar we nu mee bezig zijn is enkel versterken. Dat houdt in dat we de ankerconstructie gaan vervangen. Dat doen wij door stalen buispalen in de grond te brengen en die te verbinden aan de oude kaderconstructie. Dus daar blijft de oude kaderconstructie gehandhaafd. En op de heel erg slechte stukken gaan we de kade compleet vervangen. Dus dan brengen we HEB-binten de grond in. En tussen die HEB-binten maken we dan nieuwe betonnen schotten. En dan om en nabij de bouwvak, dan gaan we om qua werkwijze. Dan gaan we de bestrating aanpakken. Er komt een volledig nieuwe bestrating over de gehele Stombeekseweg. Ik begrijp dat er wel palen van 15 meter de grond in gaan. Er gaan palen van 15 meter de grond in en op sommige plekken gaan ze zelfs tot 17 meter. We gaan naar de harde zandlaag. Zoals iedereen hier in Stombeek weet is de Stombeekseweg heel erg settingsgevoelig. Dus er zit heel veel beweging in de weg. En waar wij nu voor gekozen hebben in het ontwerp, wat we samen met onze partner Antea hebben gemaakt, hebben wij gekozen om de ankers te vervangen en dan volledig naar het harde zand te gaan, waar dan die palen op rusten en daar rust dan de complete constructie op. Nou denk ik altijd met heipalen, dat moet een onwijs voor herrie maken, maar ik heb twee bewoners gesproken, die zeiden nou... Vroeger had je een heiblok wat van bovenaf op hoogte op die paal viel en dat is wat heel veel mensen associëren met heien. En wat wij doen is met een bepaalde frequentie die paal aan het trillen brengen en dan zakt hij naar beneden de grond in totdat hij op die harde laag zit. Dus dat maakt veel minder geluid als mensen zijn gewend van vroeger uit. Ben je blij met de opkomst? Ik ben altijd blij als mensen heel veel belangstelling voor ons werk hebben. We hebben ook buiten hebben we continue belangstelling. En dat is gewoon heel fijn als mensen aandacht hebben voor het werk wat je doet. Want heel veel van het werk verdwijnt in de grond of rij je heel vlug overheen. Je staat altijd in de weg, je veroorzaakt overlast. En als je mensen kunt uitleggen wat er aan de hand is en waarom je daarmee bezig bent, dan snappen ze het ook vaak. Ik sta hier naast de wethouder Frank Rozenberg. Nou, volgens mij moet je super trots zijn. Ja, ik ben zeker trots. Na 30 jaar is het eindelijk gelukt om een begin te maken met de vernieuwing van de Stombeekseweg. Dat is een project wat vandaag officieel is gestart. Het gaat een jaar duren. En over een jaar hebben de Stombeekers een prachtig bereikbaar Stombeek. De opening was in die zin ook wel typerend. Met de paardentram over de Stombeekseweg naar de start van de werkzaamheden. En ja, dan hobbel je inderdaad over de Stombeekseweg heen. Maar over een jaar moet dat gewoon heel mooi vloeiend gaan lopen. Ik wil nog niet te ver naar voren kijken, maar hoorde ik je nou net ook zeggen dat de Dokter van Noordstraat daarna misschien aan de beurt zou komen? Jazeker. Het project Bereikbaar Stombeek bestaat uit drie delen. De vernieuwing van de Stombeekseweg, de Dokter van Noordstraat aanpakken en de Verbindingsweg. En dat zijn de drie onderdelen. Vandaag de Stombeekseweg. En ik hoop dat we binnen 3 jaar al die drie projecten achter de rug hebben. De rug al helemaal? Ja, dat is wel mijn streven. Ik ben de projectwethouder voor Bereikbaar Stombeek. En ik zei al, het is een project wat al heel lang liep. En in de afgelopen 2 jaar heb ik met het team van de gemeente hebben echt keihard gewerkt om het voor elkaar te krijgen.
En ja, ik denk dat we met elkaar, ook met de Stompbijkers, echt heel blij mogen zijn dat het nu echt gewoon van start is gegaan. Naast Adelbert de Vreese, als ik me niet vergis. Je bent van de BAM. Vanwege welke kwaliteiten heeft de BAM deze opdracht gekregen? Nou, met name hebben wij deze opdracht gekregen door de ENVI, economisch meest voordelige inschrijving. Daar hebben wij ons onderscheiden in de manier van bouwen, type bouwen, de hinder die daarbij komt. En daarin waren wij de allerbeste en zijn wij nummer 1 geworden. En trots op het startschot? Jazeker, niet alleen op het startschot, ook op het moment van ondertekenen. Vervolgens zijn we druk aan de gang gegaan met ontwerp. Verseringen uitwerken, proefvakken maken, een hoop ervaring opgedaan. En die hebben we weer vertaald in het huidige ontwerp, wat je nu ook buiten kunt zien. Oh, ik vind het wel een onwijze klus hoor. Het is ook een van onze grotere klussen, ja. Daarom zijn we ook echt trots op. Ja. Het zijn niet de klussen die je elke dag aanneemt. Want BAM vind ik meer bouwbedrijven. Ja goed, dit is dan wegenbouw, nou, maar... BAM bouwt alles. Hè. We zijn in de breedste zin van het woord. Wij onderhouden, wij bouwen utiliteitsbouw, dus industriegebieden, wegen, alles. Naast Peter Vaas. Peter, jij woont langs de Stompwijkseweg en volgens mij hebben ze bij jou voor de deur een startschot gegeven. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ja. En hoe heb je het tot nu toe ervaren? Nou, eigenlijk heel positief. En het was ook wel leuk om de start te zien. De BAM die ging voortvarend te werk en ze hadden goede machines ingevlogen, zeg maar. Dus dat ging wel goed. Alleen de afzetting in het begin. Veel mensen probeerden er toch nog doorheen te rijden. En zelfs door de berm en hek opzij zetten. En sommigen die moesten dan terugrijden door de blubber, want ze kwamen er niet langs. Dus dat was wel leuk om te zien. Ik woon nog niet zo lang in Stompwijk. En ik heb in het verleden me wel afgevraagd, wat is nou typisch Stompwijk? En denk van nou, als je nou iets weghaalt, dan kan je zien wat typisch Stompwijk is. Als je de kerk zou weghalen, zou men dat dan missen? Of als je de mensen weg zou halen, is dat typisch Stompwijks. Maar in de buurt merk ik wel dat als ik het over Stompwijk heb, dan heeft iedereen het over, oh ja, met die weg. En dat is zometeen, is dat verleden tijd.